Naast sporten is er nog veel meer te doen in het stadhuis. Zo kunnen vluchtelingen koffie komen schenken. En op die manier leren ze de Nederlandse taal en nemen ze deel aan het sociale leven. Ik ben Sherine, ik kom uit Syrië. Ik ben nu in Nederland bijna 4 jaar. In Nederland. Ik kom hier met 2 kinderen. Mijn kinderen, ik heb 2 kinderen. Een meisje, 16 jaar. Ook een jong, 13 jaar. Ik kom hier, want er begint een oorlog in mijn land. Oorlog, echt slecht oorlog. Voor die ik kom hier. Voor beginnen een nieuw leven in Nederland. Mijn zus woont nu in Amsterdam, gelukkig. Want ik soms veel mis mijn familie. Maar nu bijna echt jaar, ik niet gezien nooit mijn moeder. En, mijn vader en mijn broer is dood in Syrië. Ik studeer in Syrië journalist. Ook ik werk bij radio in Syrië. Hier ik reportage maken over kinderen. Wat wil je? Wat wil je? Chico. Aleppo, die stad niet slapen nooit. Ja, elke tijd droog, elke tijd restaurant, elke tijd heeft mensen buiten lopen in straat. Maar bijna 3 jaar in Lochem, ik leren. Ja, ik leren rustig leven. Bij stadhuis in Lochem. Ik ben daar echt blij. Want ik nou gebruik een nieuw woorden voor tel. Ook ik ken nou mensen. Ik heb goed contact met mensen, met mijn collega daar. Hi. Hallo. Hallo. Oh, wat zie je dat beeldigheid. Ja. 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 Dank je wel. Ja. Stadhuis betekent voor mij activiteit. Hier, ik praat met mensen, ik ken mensen. Ik krijg het nieuw woorden voor taal. Ik denk, helpt het voor mij voor leren taal. Voor mijn taal gaat beter. Ik weet het niet als jij houdt die thee of nee. En dankjewel. Welkom. Voor later, ik hoop mijn taal gaat goed, want als ik heb een probleem in mijn taal, ik kan niks doen. Ik hoop zelf mijn werk. Ook mijn werk, ik bedoel in radio. Maar als ik wil werken bij radio, belangrijk, mijn taal gaat niet goed alleen, gaat prima.